Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe City Skylines aflevering hier op mijn kanaal Raski Plays. De aflevering van vandaag is iets later online gekomen en dat kwam omdat een mod van mij niet meer werkt. Dus ik moest dat probleem eens even opzoeken. Maar het is opgelost, dus alles werkt weer. Dus we gaan natuurlijk ook weer verder waar wij gebleven zijn. Op dit moment werkt hier het boerenland, oftewel Fatal Fields. Uitstekend, alles gaat hier goed, alles gaat hier op rolletjes. Dus dat is sowieso natuurlijk een pluspunt. En aan de andere kant, bij onze stad gaat ook op dit moment alles goed. Er staat wel een huis in de hens, maar die is nu alweer geblust. Dus alles loopt op rolletjes, alles gaat lekker. Maar we hebben natuurlijk heel erg veel te doen. Een van die dingen is ten eerste om zo snel mogelijk van deze vuilnisbelten af te komen. En de manier hoe wij dat kunnen doen is natuurlijk door een recyclecentrum te bouwen. We hebben een klein recyclecentrumpje. Die kost ons, dan moet ik heel even kijken, die kost ons 45.000. En we hebben een heel groot recyclecentrum. Die kost ons 100.000. Dus wat ik doe is ik koop voor nu sowieso eventjes de kleinere. Mocht het nodig zijn dat wij de grotere ook kopen, dan kunnen we die later altijd nog aanschaffen. Maar voor nu hou ik het heel eventjes alleen maar bij dit kleine ritje die blijkbaar wel water nodig heeft. Dat lossen wij eens even mooi op. Zo. Dus die we nu ook staan. Dus het afval, in plaats van dat het nu wordt opgeslagen, wordt het nu verbrand. Dus dat is sowieso natuurlijk ook meteen een pluspuntje die wij erbij hebben. En waar ik vandaag naar wil gaan kijken, is ik wil kijken naar een busbaan. Wij hebben namelijk geld ervoor om een busbaan te bouwen. Hij kost 30.000 om het busdepot neer te zetten. Maar daarom moeten we natuurlijk ook nog de haltes gaan aanleggen. Nu is het wel zo dat het busdepot heel veel geluid gaat veroorzaken. Dus als ik hem zou bouwen en ik zou hem midden in de stad neerzetten, dan wordt iedereen gek, wordt iedereen boos en gaat ook iedereen de stad verlaten. Dus wat ik ga doen, is ik ga hier aan het onderkantje van onze stad, ga ik een extra gedeelte bouwen waar we eigenlijk alle fabrieken kunnen neerzetten die heel veel geluid veroorzaken. Dus het wordt eigenlijk een klein gebiedje die niet vervuild gaat worden, maar die wel heel veel geluid gaat produceren, waardoor de stad zelf er geen last van heeft. Dat is denk ik namelijk gewoon het beste om te doen. Dus als we deze nog eentje doortrekken. Oh, die steen staat in de weg. Ga eens even weg, steen. Dat vind ik niet leuk van je. Dus als ik het hier gewoon eens even doorbouw op deze manier. Zo. Dan kunnen we hier eigenlijk gewoon het busdepot bouwen. Kunnen we hier boilerstations gaan bouwen. Kunnen we hier later bijvoorbeeld een tramopslag bouwen. En ga zo maar door. Dus we hebben best wel veel ruimte ervoor nodig. Dus ik breid hem nu eventjes op deze manier uit. We kunnen het later al nog aanpassen. Dat maakt verder ook geen hond uit. Dus we zetten gewoon het busdepot hier neer. Kaboom bam. 30.000 money's eraf. Je hebt sowieso water nodig. Ja, dat dacht ik al. Dat kon ik eigenlijk ook wel gewoon zien aankomen. En je hebt elektriciteit nodig. Oh, dat ben ik ook vergeten inderdaad. Ja, gaan we eens even voor je fixen hoor. Busstationnetje. Hoppatee. Dus dit is eigenlijk de plek waar alle bussen zijn opgeslagen. En nu hebben we dus busstationnetjes nodig. Zodat de bus natuurlijk gaat stoppen. Bushaltes. Dus die wil ik sowieso aan de buitenkant van mijn stad laten lopen. Dus daar kunnen we één route doorheen gaan verbinden. Maar we hebben ook een route nodig die naar het industriegebied, naar het boerenland gaat. Dus daar moeten we ook eventjes op letten. Dus wat ik doe, dus ik begin gewoon met een lijn. Oh, mensen zijn er nog ineens blij mee. Zijn mensen er blij mee? Ja, mensen zijn er blij mee. Worden sowieso de mensen blijer van. Gaat de huizenwaarde natuurlijk ook weer omhoog. Gaan ze op een gegeven moment ook weer betere en mooiere huizen op die plekken bouwen. Dus alles wat je eigenlijk brengt is een win-win situatie. Nu wil ik best wel veel stops creëren. Maar je moet er weer niet te veel creëren. Want veel is goed, maar te veel is niet goed. Dus even goed opletten. Zo, dan moeten we hem hier naartoe laten lopen. Dan kunnen we hier weer aansluiten. En dan is in ieder geval één lijn voltooid. Maar we moeten natuurlijk ook een bus de andere kant op rijden. Dus we zetten precies op dezelfde plekken. Zetten we weer haltes neer. Maar dan aan de andere kant van de weg. Dat er dus ook een bus de andere kant op rijdt. Zo. Want je moet natuurlijk wel heen en weer kunnen. Je wil niet gewoon een heel rondje rijden voor niks eigenlijk. Dus die zetten we ook overal neer. Hoppatee, dan hebben we nog een rondje. En dan hebben wij nu een rondje nodig die naar het industriegebied gaat. Dus wat ik doe, dus we beginnen gewoon alvast hero te maken. We kunnen wel zo een rondje laten rijden, toch? Ja, dan zetten we hier een. Daar een. Daar een.
Daar één. Ik wilde wel veel neerzetten, maar ook weer niet te veel. Dus zo is het wel best. Oké, dan rijdt er dus sowieso nu een bus door het industriegebied heen. Maar we moeten natuurlijk ook naar de stad gaan, want daar komen de mensen die werken vandaan. Dus ik zet hem op dezelfde puntjes hier. Zo. Dus op dezelfde plek als waar die stond. Maar ik laat hem niet een heel groot rondje rijden, want dan laat ik hem alleen hier stoppen. Zo. En dan gaat hij nu weer verder hier naartoe. En dan gaat hij nu meteen alweer hier naartoe. Zo. Dus dan loopt hij denk ik wel mooi zo. Dan hebben we dus 3 buslijnen. Eentje door de stad heen. Nog eentje door de stad aan de andere kant op. En eentje door een gedeelte van de stad naar het industriegebied en weer terug. Daar hoef je ook maar 1 rondje voor te doen, want ze hoeven niet de andere kant op te rijden. Dat slaat helemaal nergens op. Dus zo ziet hij wel goed. Nice, awesome. Je ziet alweer huizen die worden geüpgraded hierdoor. Dus dat is sowieso natuurlijk een goed, mooi pluspuntje. De vraag naar woningen wordt ook alweer groter. En we kunnen nieuw land kopen. Dus een stuk land dat ik nu erbij ga kopen is deze rechterkant voor 6800. En op het moment dat wij het kunnen, koop ik ook meteen dit bovenste stuk land er nog eens bij. Ik weet niet hoe duur die gaat worden. Maar dan hebben we weer een mooie vierkant waar we natuurlijk op kunnen gaan bouwen. Dus dat zit verder ook wel weer goed. En we hebben nu nog 95.000 geld om uit te besteden. Dus wat ik sowieso doe, is ik bouw sowieso dit eventjes vol met huisjes. Daar is iedereen namelijk weer blij mee. Hoppatee. Dat kunnen we zo mooi inkleuren. We kunnen... Ja, deze laat ik nog heel veel leeg. Zo. Want dan kunnen er weer nieuwe woningen worden gebouwd. Ik wil heel veel kijken hoe het zit met alle parkjes. Want kijk, de mensen hier die hebben nog wel een parkje nodig, zoals je kan zien. Dus even kijken. Oh, die is veel te groot. Of hier een mooi... Ja, deze is wel mooi, toch? Hoppatee. Of we daar een mooi parkje kunnen gaan neerzetten. Dan zijn de mensen ook weer blijer. Hier kan nog een klein parkje komen. Een kleintje zo. Ja, laten we die gewoon hier neerzetten. Althans, ik zet hem wel hier. Zo, hoppatee. Dan zijn die mensen ook weer blij. En we kunnen hier in dit gebied, het is niet heel erg ja, nodig, maar het is wel leuk natuurlijk, kunnen we ook gewoon nog een huge ass park bouwen. Daar zijn de mensen meestal als je dat doet wel blij mee. Dan moet ik alleen even kijken welk parkje we precies hier gaan neerzetten. We kunnen deze wel doen. Over het algemeen zijn de mensen daar wel blij mee. Of we zetten gewoon 2 kleins neer, wat is misschien beter? We zetten daarheen. En daarheen. Zo, dan kunnen ze in hun pauze of wanneer ze ook willen, kunnen ze gewoon naar het parkje toe. Kunnen ze eventjes genieten en chillen. En het is zo natuurlijk dat het grond, dat de grond hier niet vervuild wordt. Dus je kan ook een parkje bouwen. Als je een parkje bouwt in een gebied waar de grond wel vervuild wordt, dan wordt natuurlijk dat hele parkje radioactief en weet ik veel wat daar allemaal gebeurt. En hier ontstaat een file zo te zien, omdat er stoplichten staan. Wij willen geen stoplichten, jongens. Boom, stoplichten zijn weg. Eventjes paniek hier op de baan. Op een gegeven moment lossen ze het vanzelf weer op. Geen stoplicht, dat loste de meeste problemen op. En dat is in dit geval ook weer zo. Hoppatee, de file die is zo goed als weg. Oké, awesome. Alleen maar door een paar stoplichtjes te verwijderen. Altijd mooi, altijd chill. Deze wordt langzamerhand geleegd. Hij zit nog 1% vol op dit moment. Dus we wachten heel veel tot hij helemaal leeg is. En als hij helemaal geleegd is, is dus al het afval wat er in deze afvalbelt zat, is weggehaald. Die is ergens anders naartoe gebracht. Hopelijk naar het recyclecentrum. En wat we dus nu kunnen doen is we kunnen deze heel simpelweg verwijderen. Ik wil ze op een gegeven moment alle 4 weg hebben. Maar dat duurt nog wel eventjes. Dus dat kunnen we niet nu meteen gewoon doen. Dus daar moeten we sowieso nog heel veel op wachten. We kunnen hier sowieso ook nog meer huizen neerzetten. Hoppatee. En eigenlijk, ja dit kunnen we ook wel gewoon volbouwen. Er is veel vraag naar woningen, dus waarom niet? Dan kunnen we het net zo goed gewoon gaan aankleden. Hoppatee. Want als er vraag is, ja, waarom zou je het dan niet volbouwen natuurlijk? En we kunnen hier ook vast langzaam beginnen met nieuwe huizen. Volgens mij ligt hier nog geen water en elektriciteit, maar daar komen we vanzelf weer achter. Ja, zie je wel, wacht. Ik zal het gewoon meteen even doen. Anders gaan mensen weer zeiken, weet je. Dus we doen het wel gewoon meteen weer. Anders worden alle inwoners worden een beetje boos, hè. En wat ik eigenlijk nu wil gaan doen, is ik wil de woningwaarde gaan verhogen. En er is één manier om dat te doen. Dat kost wel echt enorm veel geld. Maar we hebben ook enorm veel geld. Dus waarom zullen we het niet doen? En dat is door middel van een warm water toevoer te gaan toevoegen. Ze hebben nu natuurlijk riolering. Ze hebben nu een water toevoer. Maar op het moment dat wij een boiler gaan bouwen, hebben ze ook warm water en bevriezen de leidingen ook niet.
Dus wij kunnen kiezen voor een bowlerstation. Die kost al 60.000 en die heeft een output van 120. Of we kunnen kiezen voor een heating plant. Die kost 55.000, maar die heeft maar een output van 80. Dus we gaan natuurlijk sowieso voor het bowlerstation. Dan maak ik denk wel even... Ik maak er gewoon een weggetje bij zo. En dan zet ik het bowlerstation hier onderin. Zo. Nu heb jij waarschijnlijk elektriciteit nodig. Dat heb je. Maar. Nu moeten we dus de buizen die hier liggen... Moeten wij gaan vervangen door nieuwe buizen. Ik zet hem heel eventjes op pauze. Eigenlijk ben ik best wel benieuwd wat dit kost. Dus ik haal voor nu even deze hele buis nu weg. Zo. En dan leggen wij een duurdere, betere heetwaterpijp neer. Maar je ziet al, om die pijp hier neer te leggen... ben ik al ongeveer 16.000 kwijt. Wat echt enorm veel is natuurlijk. Dus die buis die gaat ons heel erg veel kosten. Maar de woningwaarde gaat er van omhoog. De mensen worden er blijer door. Dus waarom zullen we het niet doen? Ik ga niet al mijn geld eraan uitbesteden, maar wel alvast zoveel mogelijk neerleggen. Zo. Hoppatee. Want dan worden de mensen alleen maar blij van. Dus hoe blijer wij de mensen maken, hoe beter het is. Ik heb nog 46.000. Leg ik alleen deze hier nog even neer. Dan vind ik het weer mooi geweest. En dan gaan we later gaan we wel weer meer neerleggen. Maar daar is nu op dit moment even geen geld voor. Zo. Hop. Dan moeten we deze wel weer eventjes goed connecten. Met een normale pijp. Die moet dan hierop uitkomen. Zo. Oké, dan werkt die als het goed is weer. En wat er nu gaat gebeuren is, let op. We zetten hem op play. Het water gaat stromen. Het water gaat stromen zoals ik gezien. En de huizen hier worden dus nu allemaal verwarmd. En de woningwaarde gaat... Oké, het gaat niet heel snel. Maar de woningwaarde gaat omhoog. Je ziet ze hier al nieuwe huizen bouwen. Ik hoop dat dat meer gaat gebeuren in deze omgeving. Kom op jongens. Ga eens even jullie huisjes verbouwen. Oh, er ging er weer eentje omhoog. Er ging er weer eentje omhoog. Kijk, daar gaat het. Ja, daar gaat het. Ze gaan nieuwe huizen, grotere huizen, betere huizen neerzetten. Kijk. That is what we're talking about, my friends. Dus awesome. Dus dat werkt sowieso dus ook op dit moment alweer beter. En wij hebben daar ook een vakje voor. Dan weet ik alleen niet meer welk vakje dat is. Er was een vakje voor. Alleen de vraag is welk vakje was dat? Dan kan je namelijk zien... nou, hier kan je sowieso zien wat de populatie is van de mensen. En deze kan je zien wat de grondwaarde is. Op het moment dat ze gewoon wit zijn, dus de kleurtjes die je ziet, op het moment dat die wit zijn, is het heel erg slecht. Maar je ziet dat in de buitenkant het blauw is. Dat is gewoon gemiddeld, dat is gewoon goed. Maar je ziet dat in het midden het een beetje blauw-groenachtig wordt. En dat is dat de grondwaarde dus heel, maar ook echt heel erg hoog is. Wat echt keihard in je voordeel kan gaan werken. Dus dit is sowieso nice. Hier is het, zoals je kan zien, veel lager. Omdat dat natuurlijk aan de buitenkant zit. Maar als wij hier wat meer huizen gaan neerzetten en dit gebied wordt ook natuurlijk hoger. Dan zal dit ook blauw-groenachtig gaan worden. En die buitenkant zal ook steeds meer blauw-groenachtig worden. Dus dat gaat heerlijk eigenlijk. Super nice. We kunnen nog wel een elementary school hier neerzetten. Dan worden mensen ook weer blij van namelijk. Gewoon zo'n mooie bloemetje. Hoppatee. Zo. Hoppatee. Naast het parkje. En dan kunnen ze in hun pauze kunnen ze mooi naar het parkje toe gaan. Er staat hier nu een extra school. Dan kunnen de mensen weer naar school toe. En er begint ook steeds langzamer zeker meer vragen te komen naar winkels. Dus wat ik doe is ik kleur dit in. Netjes. Boy, yo, het onweert jongen in City Skylines. Ik kleur dat netjes in met winkels. Zo. En dan wil ik hier tegenover... Wil ik graag een grote brandweerkazerne hebben. Is dit de grootste die jullie hebben? Capaciteit 25, terwijl de kleintjes maar een capaciteit hebben van 6. Dus het is wel vet om tegenover het ziekenhuis of zelfs naast het ziekenhuis. Zullen we het gewoon naast doen? Dat is misschien nog vetter. Om naast het ziekenhuis een brandweerkazerne te bouwen. Oei, daar waren mensen blij mee. Zo, de knetter.
Alsjeblieft, jongens. En ook... Daar hebben we alleen nog geen geld voor een politie-headquarters neer te zetten. Alleen dat even, kunnen we op dit moment nog niet betalen. Dus dat moeten we later weer even doen. Er is sowieso niet heel veel criminaliteit ook in dit gebied. Dus dat zit sowieso allemaal eigenlijk heel erg goed. Allemaal heel erg gunstig. En dan kunnen we langzaam maar zeker ook weer meer huizen bouwen. Er is weer vraag naar. Dus dan kunnen we alles weer netjes mooi inkleuren. Op het thee. En waar ik ook achter ben gekomen... En ik zag het ook in de reactie staan van jullie... Is dat mijn stad niet in het midden ligt. Want als je kijkt naar de ingang van mijn stad... Dan ligt die nu in het midden. Maar als je naar beneden gaat en je gaat kijken... Het ziekenhuis is het middelpunt. Dit stukje, onderin. Dan ligt dat knooppunt, als je naar boven gaat met je muis... Niet in het midden. Dus we moeten op een gegeven moment... Ik ga het niet nu doen. Maar op een gegeven moment... Oh, dat donder is hier ingeslagen. Moeten wij dat knooppunt en eigenlijk het hele middelpunt van de stad nog gaan veranderen. Maar dat komt in een heel, heel laat opzicht pas. Dus daar hebben we nog de tijd voor. Rustig aan allemaal. Maar dat moet op een gegeven moment wel veranderd gaan worden. Ik kijk heel veel hoe zit met de brandweer hier. Jullie hadden je eigen brandweerkazerne. Ja, dat is goed. Dat is nice. En wat ik graag wil gaan bouwen is de rampen... wat is het Nederlandse woord? Wacht. Disaster Response Unit. Oh nee, hè. Ik kan het niet letterlijk vertalen. In ieder geval een gebouw dat op het moment dat er een ramp komt... meteen optreedt en eigenlijk de inwoners van je stad gaat redden. Dus die wil ik sowieso gewoon hier midden neerzetten. Hij kan hier. Waarom? Omdat... hij redelijk wat geluid produceert, maar het zit nu net buiten de stad, dus ja, eigenlijk heeft niemand er last van. Dus ik ga hem hier neergooien, hoppatee, zo doen we dat. En dan is dat awesome, we hebben pipeline problems. Wacht eens even, even pauze. Wat is er aan de hand, jongens? Oh, jullie poepen te veel. Ah, makes sense. Alright, dan snap ik hem. Dan zetten wij nog eventjes een riolering erbij, hoppatee. Ze zijn te veel aan het schijten, dus ik kan de riolering niet meer kwijt. Maar nu, als het goed is wel... dan moet ik het heel veel in de gaten houden. Ja, oké. Nu is het geen probleem meer, hè, jongens. Nee, toppie. Toppie, toppie, toppie. Awesome. Ze zaten te zeuren dat ze niet meer konden poepen. Of hoe je het ook wil noemen. Ze konden hun behoefte niet meer doen. Wat ik dan hier... Dan moet ik even zoeken, want we gingen hier een tennisbaan bouwen. Of we kunnen een zwembad bouwen. Oeh. Eigenlijk is een zwembad wel cool. Dan zetten we hier gewoon een zwembad neer. Gewoon dat kan. Hoppatee. Daar zijn de mensen ook weer blij mee. We maken de mensen alleen maar blij hier, hè. Het gaat lekker. Zetten we gewoon huizen niet om het zwembad heen, maar wel daarachter. Zo. Hoppatee. Er worden ook meteen huizen gebouwd. Meteen gaan de winkels ook weer in waarde omhoog. Dus je ziet dat ze alweer nieuwe gebouwen aan het neerzetten zijn. En we hebben 7000 inwoners. Let's go. Want dan kunnen we nu heel veel extra dingen doen namelijk. Yes! Oké, okay, wat we kunnen doen, omdat we 7000 inwoners hebben, is wij kunnen flatgebouwen gaan neerzetten. Dat is sowieso puntje 1. Wij kunnen grote winkelcentrums gaan bouwen. En wij kunnen kantoorruimtes bouwen. En kantoorruimtes, dat is natuurlijk gewoon werkgelegenheid. Maar kantoren hebben slimme mensen nodig. De landbouw die bovenin zit, hebben domme mensen nodig. Dus als ik nu kantoren ga bouwen, dan hebben ze geen werknemers, omdat onze stad nog redelijk dom is. Dus we moeten op een gegeven moment kantoren gaan bouwen. Maar dan moet eerst onze stad wat slimmer gaan worden. En we hebben nog veel meer nieuwe gebouwen weer die we kunnen gaan neerzetten. Dus dat is sowieso super dope natuurlijk. Maar het gaat meer gewoon om de kantoorruimtes, de flatgebouwen en de winkelcentra's die we nu kunnen gaan neerzetten. Wat super, super awesome is. Dus daar ben ik sowieso heel erg blij mee. Heb je geen water, bro? Oh, sorry, ouwe. Zal ik dit even fixen voor je? Hoppatee. Ben je ook weer blij, jij, jongen? Ben je ook weer blij. En we moeten meteen eens even kijken of wij bunkers kunnen gaan bouwen. Oh, jullie hebben ook nog geen water. Zal ik dat ook eens even fixen dan? Ik vergeet heel de tijd iedereen water te geven hier. Daar ben je ook niet heel blij van, denk ik. Jullie zitten wel echt op een scheidplek, letterlijk. Dus wat hier? Alsjeblieft. We moeten bunkers gaan bouwen. Als er natuurlijk een ramp ontstaat, want er is al een meteoriet ingeslagen. En als je hier kijkt, dit gat... Is van die meteoriet. Als die in onze stad inslaat. Hebben wij op dit moment een heel groot probleem. Omdat wij nergens. Maar ook echt nergens bunkers. Of wat dan ook hebben staan. Dus een bunker kost ons 24.000. En er kunnen 1000 mensen in. Een grote bunker kost ons 74.000. Holy knetter. Maar er kunnen 10.000 mensen in. Alleen die hebben we nog niet nodig. Dus ik ga kleine bunkers bouwen.
op de plekken waar het nodig is. Ik denk dat mensen hier blij van zullen worden. Ja, yeah, awesome. Dus het is sowieso wel handig om die overal neer te gaan zetten. Vier plekjes. Zo. Want dan kunnen de mensen gewoon rustig naar de bunker op het moment dat er een ramp ontstaat. We hebben 7000 inwoners. Eigenlijk moet ik er 7 neerzetten. Ga ik niet doen. Dus sommige mensen hebben gewoon simpelweg pech. Maar ik ga er hier nog wel eentje aan de zijkant neerzetten. Zo. Ik kan daar wel. En dan doe ik er hier ook nog eentje. En dan laat ik het heel veel hierbij. En dan kunnen we later, althans... Ja... Ik laat het even hierbij. Ik heb toch niet meer genoeg geld, zie ik nu. En dan kunnen we later altijd nog extra neer gaan zetten. En wat we ook kunnen doen, dat zijn extra's. We kunnen een escape route gaan maken. Op het moment dat er een ramp komt. Dat we alleen de mensen op die escape route eigenlijk de bunker in laten gaan. Maar dat doe ik niet. Ik doe gewoon... Degene die als eerste in de bunker komen, die hebben geluk. Die zijn veilig. De mensen die te laat zijn en hij zit vol... Je hebt pech. Het is een beetje hard. Maar dat is wel de manier hoe het het beste gaat werken. Dus vandaar. Dus daarom doe ik het ook op die manier. Ik kleur dit nog eventjes in. Dan kunnen ze hier ook nog gaan wonen als ze dat willen. En dan verloopt alles serieus. Maar ik echt serieus uitstekend op dit moment. Wat heb jij nodig, bro? Oh, je hebt opgeleide mensen nodig. Ja. Dan moet je niet hier geen winkel gaan bouwen. Dan moet je niet hier komen. Want wij hebben geen opgeleide mensen. Nee, helaas, pindakaas. Oké, okay, sommige wel, maar nog niet heel veel. We hebben alleen nog maar lagere scholen. We hebben nog geen high schools. Dus de mensen hier zijn sowieso nog redelijk dom. Even kijken, er wordt wel langzamerhand meer vraag naar industrie. Dan weet ik alleen niet meer welke weg. Ik heb deze weg hiervoor gebruikt, oké. Okay. Dus ik ga dit sowieso alvast een beetje uitbreiden. Niet te ver. Gewoon een klein beetje. Dat moet natuurlijk ook weer niet te druk hier worden. Zo. Dan leggen we de waterleiding weer beter aan. Hoppatee. En dan kunnen we hier dus nu wat meer industrie bouwen. Ik moet wel district uitbreiden. Dat wel. Moet je goed in de gaten houden als je ergens een district hebt liggen. Dat je hem natuurlijk wel weer uitbreidt op het moment dat je... Zo. Weer gaat uitbreiden. Want anders krijg je een groot probleem namelijk. En dan komen hier opeens normale fabrieken te staan. Midden in het boerenland. Dus je moet dat district moet je uitbreiden. Awesome. Dan komen daar dus nu meer gebouwen. Meer werkgelegenheid. En ik moet dit district. Daar kom ik nu achter. Moet ik natuurlijk ook wel uitbreiden. Die heb ik nog helemaal niet uitgebreid. Laten we dat sowieso... Oh, die is heel lelijk. Dus laten we dat sowieso eens eventjes gaan doen. Over de weg heen. Ho. Ho. Hoppatee. Want dit wordt helemaal Pleasant Park. Het is wel een beetje een grote stad aan het worden. Maar dat is verder niet erg. Oh, jullie hebben geen water. Ik zal jullie zo even water geven, jongens. Eerst even dit afmaken, dan krijgen jullie water van. Zo. Dan wordt het ook allemaal dus één gebied nu. Hop, en dan gaan we hem eens even inkleuren. Wacht, ik zal ze eerst even water geven. Sorry jongens, hier. Alsjeblieft, niet meer zeuren nou, hè. Niet meer zeuren nou. En dan gaan we dit eens even helemaal inkleuren. Zo, dat wordt helemaal Pleasant Park. En ik ga meteen ook even kijken, want we hebben nu de buslijn aangelegd. Dus ik wil meteen even kijken, hoeveel mensen nemen überhaupt de bus? Nul! Yes! Daar doe ik het voor, jongen. God damn it. Waarom neemt iemand de bus? Misschien heb ik hem wel te vroeg gebouwd. Want er ontstaat ook nog niet echt een filetje. Ja, hier wordt het wat drukker. En hier ook. God damn it. Maar. Jongen. Heb ik helemaal een buslijn aangelegd? Wat we wel kunnen doen is we kunnen gratis busvervoer gaan regelen. Dan wordt de weg ook niet zo druk. Wacht, dat gaan we doen, ja. Gratis openbaar vervoer. Nou, als nu niet meer mensen de bus gaan gebruiken, dan weet ik het ook niet meer. Dat moet wel, joh. Kan niet anders. Ze zoeken hier naar werknemers. Nou ja, dan moeten ze even geduld hebben, want die zijn er nu nog niet. Ik kan ze wel wat werknemers geven door dit gebied te gaan invullen met huizen. Zo. En dan zetten we langzaam maar zeker hier ook alles vol.
Ik vind het nu vet te worden, jongen, als ik eerlijk ben. Even kijken, die palen kunnen weg. Zo, ik moet ze later even, ik moet ze wel weer terugzetten hoor, maar... Ik weet dat jullie geen stroom hebben, jongens, rustig nou. Take it easy, my friends. Zo, jullie hebben weer stroom, jongens. Niet zo zeuren, ja, niet zo zeuren, ja, alsjeblieft. Op tijd, hebben ze weer allemaal stroom. Niks om te zeuren. En je hoort al die plingetjes, hè? Pling, pling. Iedereen is zo blij om hier te wonen, jongen. Wat een eer, jongens. Wat een eer. Oh, ja. Even kijken, want dan moet hier een parkje komen. Wacht, ik heb hem... Ja, hier dan, hè. Hier moet dus even een mooi parkje komen. Welk parkje had ik hier neergezet? Die. Even kijken, niet die hele grote. Die past er niet namelijk. Dan moet die lange... Oh, deze kan wel. Zo, sorry voor jullie huisjes, jongens. Maar we hadden daar precies een parkje nodig. Dat wist je toen je het huis kocht. En er is dus niet genoeg... Niet genoeg water. We hebben twee waterpompen staan. Ik ga heel veel kijken, hoor. Ik zet hem heel veel pauze, want er is op dit moment niet meer genoeg water beschikbaar. Kunnen wij al een betere waterpomp bouwen? Ja, deze waterpomp die gaat ons 384.000... per week leveren. En die twee kleintjes leveren ons bij elkaar. Dan moet ik het even keer 2 doen. 240.000. Hij staat er nu op 296.000. Dus volgens mij... Als ik deze... Ja, hij kan ze wel weghalen, maar is ook weer zonde. Ik kan ze misschien wel beter laten staan. Maar hoe duur is die waterpomp? Die kost me 17,5. En deze kost me 2500. Ja, daar zet ik er nog wel één zo in bij. Dat scheelt me toch even wat geld. We hebben nu genoeg geld hoor, maar... nu... Is er genoeg... Ja, water. Oké, nice. Er is verder niks aan de hand. Dan heeft iedereen weer water. De stad die breiden we natuurlijk best wel snel uit. Dus we moeten ook goed blijven opletten dat we wel... Oh joh, het dondert weer, jongen. Dat we wel alles up-to-date blijven houden. Want het is niet zo dat als jij 3 waterpompen hebt staan... En je gaat je hele stad uitbreiden... Dat je genoeg water produceert voor de mensen die er allemaal bij komen wonen. Maar je moet rekening houden. Er moet meer waterpomp bij. Er moet meer riolering bij. Er moet meer... vuilnis bij. Er moet meer industrie bij. Alles moet je er weer extra bij doen op het moment... Dat dat nodig is. Dus dat moet je allemaal heel, heel erg goed in de gaten blijven houden. En zo blijf je constant alles groter maken. Alles beter maken voor de mensen die natuurlijk in je stadje komen wonen. En het is veel werk, maar het gaat nog steeds goed gewoon. Het gaat eigenlijk heel erg goed, als ik eerlijk ben. Kijk hoeveel huizen we erbij moeten bouwen. Omdat er nog steeds vraag naar is. Dan weet je gewoon dat het goed loopt. Ja, ik gooi hier gewoon. Ik gooi het gewoon even helemaal vol met huizen hier. Zo. Want er komen toch wel mensen wonen, namelijk. Dan moeten we nog wel een parkje hier neerzetten. Wat voor parkje is hier? Vierkant parkje, hè? Die is wel lelijk. Kunnen we niet een groot parkje neerzetten? Die is wel echt heel erg groot. Oh, wat? Nu al? 9000! Holy knetter, die had ik helemaal niet door, joh. Oké, okay, awesome. Thanks. Daar krijgen we ook weer geld voor namelijk. Holy knetter. Ik had echt niet verwacht dat we al zoveel inwoners hadden. Wajowajowajow. 9000 inwoners. Ik ben natuurlijk ook alleen maar extra... extra huis aan het bouwen. Maar het gaat nu wel heel erg snel, ja. Oké, die zetten we daar neer. Awesome. Nice. Dan komen de mensen weer omheen wonen. Zijn de mensen ook weer blij. Ik heb nu ook genoeg geld om meteen het politiebureau te bouwen. En dat is ook het laatste wat ik vandaag nog extra ga doen. Zo. Dus dan staat het politiebureau er nu ook. En dan ga ik er wel weer afsluiten voor vandaag, jongens. De huizen komen erbij. De industrie loopt lekker. Het afval gaat nu eventjes iets minder goed, zoals je hier kan zien. Want het wordt dus blijkbaar niet meer opgehaald. Oh, dan komt dat alles vol zit. Dus dat is ons volgende probleem weer. Het afval hebben we nu een paniekaanvalletje bij. Want dat wordt dus niet meer opgehaald. Maar dat komt later weer verder. En dat komt later ook weer goed. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Super dope dat jullie allemaal bij waren. We gaan zo snel mogelijk weer verder natuurlijk aan onze stad. Mijn mods die werken in ieder geval weer. Dus sorry dat de aflevering iets later online kwam. Maar het moet natuurlijk wel allemaal goed werken. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Super dope dat jullie erbij waren. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.